Bij een busongeluk ten zuidoosten van Parijs zijn 5 Britten om het leven gekomen. 4 van hen kwamen uit 1 gezin. De bus kwam van de Spaanse kust en was op weg naar een vliegveld bij Parijs. Als oorzaak noemde de politie dat de chauffeur in slaap was gevallen. De bus had de hele nacht doorgereden. Er waren 2 chauffeurs. De man die reed had het stuur 2 uur voor het ongeluk overgenomen van zijn collega.